Zo, meisje, nou, wat gebeurt er? Ja, maar dames, ik kan redelijk wel wat hebben of zo, of qua pijn. Jawel, maar toch. Nou, ik had toen mijn been, ik heb een tatoeage best wel op mijn kuit, zeg maar, van mijn linkerbeen. En toen was ik in slaap gevallen. Was je in slaap gevallen? Klopt, ja. Ik was in slaap gevallen. Zullen we je weg maken, ja. Serieus? Ja, kan je je voorstellen? Nou, nee. Ja, daarom zeg ik, heel veel mensen die ik ook van nu. Ik lag echt te slapen, gewoon, ik lag gewoon helemaal in trans. Hij maakt je wakker. Nou. Fijn. Deze voelde ik wel meer. Ja. Nee, tepels, die kunnen ietsjes opgezet blijven. Ja. Wil jij grotere balletjes erop, kan dat ook altijd. Nou, laat ik het eerst maar gewoon even zo houden en dan... Ik wou net zeggen. En er gaat zo meteen een garage overheen. Ja. Je moet even een half uurtje laten zitten en een half uurtje mogen doen. Oké. Ik heb even een vraag gelijk nog. Ik gebruik dit voor persoonlijk, gewoon de filmpje voor persoonlijk. Maar als ik het op YouTube zet, heb je daar moeite mee? Want ik moet het altijd netjes vragen. Nou, waarschijnlijk niet, maar... ik ga daar niet... Ja, maar omdat jij erop staat, moet ik het altijd persoonlijk... Nee, dat zat er niet op. Maar daar heb ik niet voor, hij heeft je netjes alleen jou... Oké. Okay. Je zat er niet op, alleen je nee, oké, okay, nee, maar daarom zeg ik, je moet het toch altijd vragen. Ja, nee, dat is heel lief dat je dat vraagt. Ja, ik heb er in het begin... Ik heb in het begin daar problemen mee gekregen, okay. Maar mensen, dat ze dan in één keer zeggen van, ja, ik heb toch liever niet dat ik erop sta. Nee, dat klopt. Nou, gelukkig dat ik een klein handje heb nog. Wie ik, ja. Nou, en dan moet je voor zes die mannen dat doen, hè? Ja, ik weet zelf hoe het is, hoor. Als je... Yes. Maar op een gegeven moment krijg je wel een techniek in. Ja, klopt. Ik heb een beetje klein handje, dat hè, een klein balletje, dat is een grote hand. Weet je nog dat ik altijd haal op moest helpen met zijn dingetje? Oh ja, dat ja. Dat was een zielige Pietje. Ik zat altijd met zijn piers in het spelen en was het balletje los en moest ik er weer gaan helpen. Dat is tegen hoesje weer, als je dat doet. Dan liep hij altijd nog als een balletje er tegenaan deed. Schoonmaken? Ja. Voel je nog steeds oké? Okay? Ik voel me nog steeds oké. Okay. Nee dan. Meer dan oké. Okay. Ik dacht altijd dat deze kant gevoeliger was, maar nu heb ik het idee dat de rechterkant gevoelig is. Die kant gevoelig is. Misschien kennen we het hoor. Je rechtshand meer doet, dan is linkshand. Maar de ene is rechtsgevoeliger. Ja, maar ik heb wel sowieso raar. Ik vind altijd dat ik hele raar tape zeg, want soms zijn ze wel echt heel gevoelig. Gewoon een andere keer heb ik zoiets van. Dan lijkt het net alsof het niks is. Ja, hè, ja, wat je bedoelt, hey, ik ga voor jou even alles laten zien aan je. Ik ben lachen, joh. Hey.
Yes, dankjewel. Alsjeblieft, heel bedankt. Ik ga het even voor je afplakken. Is het uit de film, ja hoor? Ja, is goed.